was op 12 november 1878 dat de RTM, de Rotterdamse Tramwegmaatschappij, werd opgericht. Het was in mei 1879 dat haar eerste paardentram in Rotterdam ging rijden tussen de Beurs en Krooswijk. Het was regelmatig dat het net werd uitgebreid. Vele jaren bepaalde de RTM zich uitsluitend tot de exploitatie van paardentrams. Het was vanaf 1898 dat de RTM ten zuiden van Rotterdam stoomtrams ging exploiteren. Het was in 1904 dat de zaken werden gescheiden en het trambedrijf in de stad in een aparte maatschappij werd ondergebracht. Hoe ging het met het reizigersvervoer zelf? Het vertrekpunt was altijd de Rozenstraat in Rotterdam, net om de hoek van het Stieltjesplein. Het beginpunt van de trams van de RTM naar de eilanden. We gaan nu op reis met als eindbestemming Zierikzee. Het was in 1898 dat de lijn tussen Rotterdam-Zuid en de Hoekse Waard werd geopend. In 1904 werd het houten stationskantoor aan het begin van de Rozenstraat vervangen door een kloek stenen gebouw. Ook al was er in die tijd maar sporadisch ander gemotoriseerd verkeer op of langs de weg. Voor het locomotiefpersoneel was het altijd uitkijken geblazen. Het was trouwens in 1928 dat ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan door de grote cineast Willy Mullins een film over de RTM werd gemaakt, die in 1978, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan, van nieuw commentaar werd voorzien. Het was dat u regelmatig zult horen. De brug over de Oude Maas mocht tot 1925 met hooguit 20 ton per as worden belast. Nu maken het verkeer en het openbaar vervoer op dit punt gebruik van de Heinenoordtunnel. Het station Blaakse Dijk was in die tijd een belangrijke splitsing met een zijlijn naar Strijen. Met de autobus kon men naar Goitschalksoord. Het was na de Oude Maas, van Rotterdam uit gezien dan, dat Blaakse Dijk het eerste station was. Daar kon worden overgestapt in andere richtingen als Strijen of Oud-Beijerland. Of met een vaartje van zo'n 30 km per uur worden doorgereden naar Numansdorp. Waar kon worden overgestapt op de boot. Op weg naar Krooswijk, het centrum van de tramdienst in de Hoekse Waard. Autobus en tram. Kortom, de RTM. De tram van de RTM was heel belangrijk voor de ontwikkeling van het platteland ten zuiden van Rotterdam. Het was als het ware dat hij de navelstreng met Rotterdam vormde en de slagader van de economie die de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden uit het isolement haalde. Maar het was ook een keerzijde, omdat velen van de gelovige plattelanders dachten dat zo de duivel uit de grote stad werd binnengehaald. In de haven van Numansdorp was het altijd een drukte van belang. De trams die daar aankwamen werden ook boottreinen genoemd, omdat de boten naar Zijpen en Willemstad er aanlegden. Fietsen en zelfs auto's werden niet achtergelaten. Alles en iedereen kon en mocht mee. Een met recht afwisselende tocht. Eerst met de tram, dan weer op de boot. Het was bij Oldgensplaat op Flakkee dat de boot een tussenstop maakte om passagiers op te nemen en af te zetten.
Het was daar dat het eindpunt was van de lijn Oldgensplaat-Oudorp via Middelharnis. Het was op 4 oktober 1931 dat aan deze overstapmogelijkheid een einde kwam, omdat het volkerak ter plaatse zo was verzand dat de steiger voor de boot onbereikbaar was geworden. Het was trouwens voor die tijd al vaak dat de passagiers per roeiboot naar de stoomboot gebracht moesten worden. Het was onderweg dat een groet werd gewisseld met de boot van Zierikzee naar Rotterdam. De tramhaven van Zijpe komt in zicht en er wordt in het station overgestapt op de tram naar Zierikzee. Na een reis van 4 uur, die nu maar 75 minuten duurt, bereikte men Zierikzee, het meest echte station van alle plaatsen langs de RTM-lijnen. Het voormalige tramemplacement doet nu, 50 jaar later, nog steeds dienst en wel als busstation en hoofdkantoor van het huidige bedrijf. Het was al in 1900, bij de opening van deze lijn, dat het station van Zierikzee werd gebouwd, maar later wel een aanbouw kreeg. Het was in 1904 dat een begin werd gemaakt met de lijn naar Hellevoetsluis. Het was op 1 oktober van dat jaar dat het traject tot aan Spijkenisse in gebruik werd genomen. Op 1 november 1905 kwam het aansluitende traject naar Hellevoetsluis daarbij. Het was van het perron bij het station in de Rozenstraat dat de trams naar Voorne Putten vertrokken. De trams in de richting van de Hoekse Waard vertrokken van de sporen in de Rozenstraat. Zij stonden, zoals men zei, onder de bomen. Het was in Spijkenisse ook dat men via Den Briel kon doorrijden naar Oostvoorne. Dat gedeelte werd op 1 september 1906 in gebruik genomen. Het was in het eindpunt Hellevoetsluis dat de reizigers konden overstappen op de boot naar Middelharnis op het eiland Goeree-Overflakkee.